freefall is too high for him. No joyride is too intense for him. This is him, Ruben Koet, de Ride Specialist. Hey, hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Extreme Rides. We staan weer een keer in de polder en wel weer bij Walibi. Wat Untamed wordt vandaag geopend, of Untamed, of hoe je het uitspreekt. Maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Ziet het nou uit of mijn boot hoe je het uitspreekt? Niet, deze moet maar een naam te hebben. Maar die gaan we vandaag even doen. En dat wordt vet, jongens. Dat wordt echt een pareltje deze achtbaan. En wat een lekker weer is er vandaag. Een beetje wind, maar echt een heerlijke zon. Ik heb er zin aan. Eerst maar eens even melden bij de VIP-balie, want we mogen natuurlijk met de opening er zijn. Een van de eerste gaan we hem doen. En ons speeltrein, dames en heren, voor vandaag is niet de hele kaart. Het is eigenlijk alleen maar hier een tent. Dat gaan we doen, jongens. En de rest geloven we dit keer wel. Ik was vanmorgen toevallig op de radio, maar misschien is het wel even leuk om dat te laten zien voordat we naar de tent gaan. Want Manali heeft dat namelijk gevlogd met de kinderen samen. En Dinant die is met zijn pa naar werk gereden. En Ruben Koet, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent onder andere de eigenaar van Extreme Rides, het YouTube-kanaal waar ik zeer graag op mijn vrije tijd naar kijk. Nou, dat is leuk om te horen, dankjewel. Ja. Ik luister heel graag naar jou. Dat is leuk. Hey, en wat heb je de afgelopen 10 minuten gedaan? Papa! Ik heb spulletjes ingepakt, want ik ga zo meteen richting de polder, want ik ga de nieuwste achtbaan testen van Nederland. Ja, de nieuwste achtbaan van Nederland, dat is ook weer niet helemaal een nieuwe achtbaan. Hoe zit het precies? Hij is omgebouwd. De oude Robin Hood van Walibi Holland heet tegenwoordig Untamed, of Untamed, hoe spreek je het precies uit. Dat is een hybride achtbaan geworden. En ze hebben dus eigenlijk de support, zeg maar, dus de steun van de oude achtbaan laten staan. Papa is op de radio. Jij bent nog niet schreeuwen. De eerste keer dat ik zoiets zag, is dat gebruikelijk in de achtbanenwereld om die oude dingen te laten staan en er iets nieuws op te bouwen? Ik denk het wel, ja. Het zit gewoon af. Maar het zou wel goedkoper geweest zijn, denk ik. Dat want op is zich, papa. De achtbaan die er nu staat, wordt altijd met houten supports geleverd. Dus het zou kostentechnisch waarschijnlijk wel goedkoper zijn, denk ik. Het is ook een bedrijf, hè. En het is ook natuurlijk wel gewoon een soort mooi eerbetoon aan de oude Robin Hood. De oude houten achtbaan van Walibi. Klopt, ja. Walibi! Wat is het nu geworden? Walibi! Ja, dit wordt dan... Kom, schatje, op bus is er. Ik roep met de camera mee. De RMC, dat is de bouwer, zeg maar. Maar deze achtbaan, die kan echt alles. Als je vroeger, zeg maar, de achtbaan had, zoals de Roepenstad... Een schoolreisje. Dat staat. Een speciaal element. Die toen kon dan een kurken trekken, zeg maar. Dat was wel een speciaal element. En met deze achtbaan kan je gaan echt alle kanten op. Dus je stort al 25 meter, geloof ik, eerst naar beneden met 90 km per uur. Dan krijg je een zogenoemde airmail. Dat is een heel klein heuveltje waar je door uit je stoel gelift wordt. En dan krijg je 5 inversies. Maar die gaan niet allemaal helemaal over de kop, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je gaat op de kop en dan hang je op de kop en dan draai je terug de kant waar je dan opgereden bent. Oh, dus je kan echt alle kanten, daar kan ook eens de zijrijen een stukje gaat die. Ja. Dus je kan echt alle kanten met dat ding op. Dat is wel leuk. Ja, en het raar is dat je dus, het lijkt nog steeds alsof je dus in die oude houten achtbaan zit, die je dus wel kent van vroeger van Walibi. Alleen, dan ineens ga je over de kop. Dat is best wel onnatuurlijk, lijkt me. De layout is zeg maar gelijk gebleven. Dus hoe je rijdt, dat is inderdaad helemaal gelijk gebleven. Maar de rit zelf, je zou niet merken dat het nog een houten achtbaan is. Een houten achtbaan is heel schokkerig, houterig en heel ruw. Maar deze is al heel soepel gaan. Dit is, hier zit je heel comfortabel. Weet je niet, schat? Nou, vanaf vandaag is hij dus kan je wel luisteren? Daar in de polder. Jij gaat hem uittesten. Laat ons even weten hoe het was. En ik denk dat we binnenkort wel een videootje bij je kunnen verwachten, toch? Ja, morgen is het de bedoeling. Dus ik ga waarlijk de pool vanavond editen en morgen online. Ruben Koet, heel veel plezier vandaag en dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi. Dit is een springkaan, zo te zien. Heel goed. Dag, we gaan de springkaan. Het is net wel net zo. Het lijkt er een beetje op, hè, met al die dieren. Ja. Dieren in achtbaan. Nou jongens, we zijn er Untamed. Het ziet er al heel netjes uit. Ik zou alleen even wachten wanneer we erin mogen, want... Komt daar zo'n toespraak, denk ik. Dus wacht even. Nou, de officiële opening is inmiddels begonnen. De toespraak is gedaan. Nou. De toespraak is klaar. Iedereen staat ook al klaar hier. Natuurlijk, Pietertje gewoon. Gaat er wat gebeuren? Van de muziek te horen?
dit is de wachtrij van Intense. Opvallend is dat ze oude delen van de Robin Hood hier nog tentoongesteld hebben. Zoals hier, Warentje, die hebben ze als plantenbak gebruikt. Dat was de eerste kar van het oude treintje van de Robin Hood. En dit is een stuk rails van de Robin Hood. Verderdoor zie je nog meer stukken van de Robin Hood. Kijk, zoals hier hebben ze een stuk rails gewoon rechtop neergezet als decoratie. Dit moet nog een beetje dichtgroeien. En dan zal het helemaal groen overkapt worden hier. Dat vind ik wel knap, hè? Dat ding is nog niet eens open en er gaan zoveel telefoons. Decoratie love. Be brave. En een waterval. Wat klein. In feite station is hetzelfde als die van de Robin Hood, alleen wat andere decoratie erin. Ze hebben spiegels daar plafond hangen. En ze hebben plant daar plafond hangen. Ja, in stijl van wildernis natuurlijk. Aparte instructie moet je geen bos maken, maar de burger mag je verder niet aanraken. Zo dus. Dat moet een medewerker doen. Ik weet niet waarom, maar voor het eerst dat we het wel meemaken in het Tesla. Nou, dat is natuurlijk heel gespeeld als we wegrijden. Ik zou zeggen, nou, dames en heren, welkom op de Oostzee. Goedje! We starten meteen met een lekker bochtje naar buiten. Oh, voor de mis. En dan gaan we de lift erop. Zo'nzelfde bos in, bijvoorbeeld ook een jongens in de draak. Het einde van de bouw ook zo naar buiten. Dat doet. Dat is een apart elementje. Nou, de lift is heel erg snel, maar dan kunnen we daar wel even lekker genieten van het uitzicht. Super joh, dan rij je vrij langzaam doorheen. Dan ben je echt helemaal naar buiten gedrukt. Echt de aanwinst van het park. Een tent hier in Walibi Holland. Oh,
al speelkwartiertjes voorbij, dames en heren. Daar komt de rest van het volk. En kijk eens wat een drukte. Trouwens, de reden waarom wij de beugels niet dicht mogen maken, is dat ze eerst de riem willen controleren. Als je al de beugel dicht maakt, zie je niet of de riem goed zit. Dus vandaar dat we eerst de riemen moeten doen en dan pas de beugels. Ik heb het nergens anders gezien in een pretpark. Zelfs hier bij Goliath doen ze het niet. Maar het kan misschien aan mij liggen. Zit hier iemand druk ja te knikken? Waar zien we dan mee? Joris en de Draak. Is het Joris en de Draak ook zo? Eerst de riem sluiten en dan de beugels. Afzonderlijk. Oh, dat is nooit gehoord. Dat is me nooit opgevallen eigenlijk. Maar kijk, want medewerkers lopen altijd van achter naar voren. Ja. Dan controleren ze de riempjes en helpen ze mensen. En dan vervolgens van voor naar achter om de beugels te trekken. Ja, maar die werken anders. De beugels zitten vast. Die kan je niet naar je toe trekken. Klopt. En deze beugels kun je waarschijnlijk al naar je toe trekken. En dat is het verschil. Dan kun je wel trekken aan die beugel, maar die gaat gewoon niet dicht. Nee, je hebt gelijk. Mij dan nooit opgevallen. Nee. Trouwens, is Tristan. Ik heb nog van heel lang geleden nog een keer Den Haag mee bezocht. Toen was nog zo'n klein Tristannetje. Weet je hoe groot die geworden is? 2 meter, schoon en daar. Komt dus net die achtbaan aan, maar kijk, er is al een rij, jongens, dat is niet normaal. En achterdoor loopt ook een normale rij, helemaal naar boven. En... Man. Ik ben blij dat ik hem al 3 keer gedaan heb. Ik hoef er vandaag niet meer in, want dat duurt nu de wachtrij. Zeker. Ik was dus op weg naar de wc en dan kom ik dit tegen. Nou, dit is toch wel de mooiste decoratie die ik ooit gezien heb in het pretpark. Zijn die ook nog werk, of niet? Nee, dat niet. En alles komt een eind, dames en heren, zo kan deze dag. Maar we krijgen nog goodie bag. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Pak je moment even. Nou, net als de laatste keer, dames en heren, de kermisreporter pakt hem even voor me uit. We sluiten de video af. We gaan hem even kijken wat er allemaal in zit. Nou, maak me gek. Houd niet zo spannend. Wat zit erin? Een sweater. Wauw. Wow. Een 2xL, met andere woorden, dit is voor jou gewoon een tafelkleed. Althans, zelfs voor mij. Ja. Achterkant, heel groot. I am untamed. Untamed, ja. Ach, ik ga de hele dag wat een fouten mee, ik weet het. Voor de rest, leg het even neer. Kan je genieten van 2 stickers. Ach. Kun je ergens opplakken. Untamed, uiteraard. Ja, ik zeg het goed. Het zou ineens los graffiti zijn. Niet van echte onbescheiden handgranaten. Oeh, levensgevaarlijk. Hier binnenin zit potgrond, moet je water in doen en dan komt er een plantje uit. Een granaatappel. Kan je eigen wildernis... Maar dit is wel levensgevaarlijk hoor. Als ik hier dadelijk mee de stad doorloop, heb ik weer de politie over de vloer heen. En als je los wil gaan in bed, heb je hier untamed sokken. Van apart glibberig stofje. Van die mooie wapsokken. Van die... Prachtig. Ja. Dat was het. Oké, hartstikke fijn. Geen snoep helaas. En dit is het resultaat. Nee, en een mooie prachtige tas met een theme erop. Groen, hè? Want alles gaat groen links tegenwoordig. Dus, Nou, dankjewel voor de presentatie. Allemaal een groot applaus voor de Kermis Reporter. Kijk eens, fantastisch. Kijk eens terug in de tasje proppen. Zo hadden we ook dat die 10 minuten programma nog even door. Nou jongens, dat was een theme voor vandaag. En wat een schitterende achtbaan was dat. Hè. Elke heuvel heeft gewoon airtime. En die elementen die erin zitten waren ook allemaal super. Die barrelrol vond ik erg goed. En als je zeg maar terugkeert naar het station, dat je over de kop heen gaat, die bocht maakt en dan weer op zijn zij rijdt en dan terugrijdt. Ja, gewoon heerlijke banen zit. Dit is een baan waar je echt alle kanten mee op kan. Als je bijvoorbeeld dan, El Condor neemt of zo, dan heb je zeg maar elementen. Dan heb je zeg maar eerst een bocht en dan een keer een kurkentrek of wat dan ook. Maar hier kan je echt alle kanten mee op. Echt een super ding. Dit is wel de nummer 1 achtbaan van Nederland in 2019. Nou ja, wij gaan er weer vandoor. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken voor deze review. En ik zie jullie weer de volgende keer bij het zwembad, pretpark, rollerbaan, weet ik van waar. Tot dan weer. Adios.